mighty. The whole earth is filled with his goodness. He is holy. He is high. He is set apart. So we sing to him. Goedemiddag luisteraars of kijkers, het is inderdaad weer tijd om u te bemoedigen met het woord van de Heer. U weet het is fijn dat u bent afgestemd op Majesty TV. En als u meer wil weten van Majesty TV, dan kunt u altijd bellen. Bel de mensen gerust. Het is 020-33-716. Het is mij een genoegen om inderdaad het woord voor u te brengen. Het woord, in feite, je kunt zeggen, u te bedienen met het woord van de levende God. U weet het, het woord van God is een levende boodschap. We kunnen bijna zeggen, zoals het altijd gezegd wordt, de good news, het goede nieuws. En u weet, mijn naam is Ursula Millersen. Ik ben medepastor in Friends in Christ Ministries in Almere. En ook daar maken we het heel goed. We danken de Heer voor zijn genade in de gemeente. En het is een zegen. Dus als u ons wil bereiken, als u wil weten wie we verder zijn en wanneer de diensten er zijn, dan kunt u gerust bellen met het nummer 06-128-33714. Bereik ons gerust. Ook na de uitzending, dan als u vragen heeft, schroom niet te bellen. Bel naar Majesty TV met 020-33-74160. En alvorens ik voorwaarts ga met deze korte boodschap, wil ik God ook danken voor het echtpaar Apostel Dorkeno. Blijf voor hen bidden. Als u ze wil ondersteunen, schroom niet. Ondersteun hen. Het zijn mensen die de boodschap door willen brengen. Ze blijven niet tussen die vier muren. Maar als we praten over de media, dan bereikt de media overal. God zegen. En ik wens u heel veel zegen tijdens het kijken of luisteren. Ik ga eerst met u bidden. Vader, ik dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor uw volk. Dank u wel dat u de God bent die constant op ons let. U bent de God die naar ons kijkt. Oh, we praise your holy name. We give you glory and honor, almighty God. I thank you for your grace over your people, your grace over the nation. Thank you, Lord, that if you hear the people cry, the cry of the nation, that you answered your people, Lord. We danken u, o God, Heere, dat u de God bent. Als u ons hoort schreeuwen, als u ons hoort roepen, hoort huilen, dan bent u de God die ons antwoord geeft. We prijzen u, we loven u voor wie u bent, in Jezus' wonderbare naam. Amen. Ik heb een paar weken, heb ik inderdaad de boodschap gebracht, the cry of the nation. Als je hoort, als je luistert, dan hoort je gewoon het geroep te midden de samenleving. Nou, het geroep te midden de samenleving wil zeggen dat er een geschreeuw is om hulp. En als wij kijken in deze komende dagen, dan zijn wij ons aan het voorbereiden op Pinksteren. Pinksteren, u weet het, symbolisch gezien in het Nieuwe Testament, in Handelingen, kunt u zeggen dat daar op de Pinksterdag geboorte gegeven werd aan de Pentecost. Er werd geboorte gegeven aan het, wat we noemen Pinksteren. En zo is het zo machtig om te weten dat de Heer daar het volk beloofd had, zijn discipelen beloofd had in Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. En hij zegt, wacht hier tot de kracht over je komt, totdat mijn geest over je komt. En dan zul je kracht ontvangen. Nou, we wachten op de Heer. De kracht is al vrijgemaakt. De geest is al over ons gekomen.
Maar voor velen die hem niet, nog niet kennen, die de Heilige Geest van God nog niet kennen, die Jezus Christus nog niet kennen, het is niet te laat. Neem de Heer aan. Hij wacht op u. Hij vraagt niet veel van ons. Hij vraagt alleen uw hart. Hij zegt, geef mij je hart en ik zal je zegenen. Vaak is ons hart gebroken in deze wereld, maar de Heer wil ons hart herstellen. We gaan een paar dingen lezen. Want als we praten over de Heer Jezus, onze Heer, dan praten we ook over die almachtige God. Weet u, Hij is het. Hij draagt de heerschappij op zijn schouders. De jukken die u en mij drukken, Hij draagt het op zijn schouders. De heerschappij draagt Hij op zijn schouders. En dat kunt u vinden in Jesaja hoofdstuk 9, vers 5 en 6. En daar staat er ook duidelijk geschreven dat de Heere onze Heer is. Hij die de heerschappij op zijn schouders zal dragen. De heerschappij, onze juk, het rust op zijn schouder. Wat zijn zijn koninklijke titels? Zijn koninklijke titels zijn wonderbare raadsman, machtige God. God, de Vader, de eeuwige Vader, de vorst der vrede. Hij is de God die ons vrede geeft, die ons verstand te boven gaat. Wij mensen kunnen praten over vrede. We kunnen vrede zoeken. Maar de echte vrede, de diepe vrede, die alle verstand te boven gaat, vinden we bij de levende God. En dan gaan we door met die tekst. Aan zijn groeiende en vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Hij zal met kracht en gerechtigheid regeren. Laat hij maar regeren, zeg ik. Laat hij maar regeren. Hij is onze God. Hoe kunnen we deze dingen interpreteren? Christus zal de heerser zijn. Hij is de heerser. Laat hij maar heersen. Laat zijn eerlijk bewind regeren. Hij is de eerlijke bewindvoerder. Hij is de oppermachtige schepper. Hij is de Heer die regeert tot in eeuwigheid. Amen. Hij is onze gezagdrager. Hij is de almachtige. Hij is de opperbestuurder. We hebben hem nodig. Hij is de allerhoogste God. Hij is de oppergezaghebber, zei ik al. Zijn bewind zal regeren. Zijn grootheid zal regeren. Zijn overheid zal regeren. Zijn autoriteit zal blijven regeren. Zijn volmacht zal blijven regeren. We prijzen hem. Laat hij invloed hebben over u. Laat hij invloed hebben over mij. Laat hij invloed hebben over zijn gemeente. Het is beter dat de Heer invloed heeft. Het is beter dat hij een greep heeft over ons. Amen. Dan dat de wereld een greep heeft over ons. Laat Jezus regeren. Laat hij de overheerser zijn. Laat hij de oppermachtige koning zijn in ons leven. Laat hem toe. Als we praten over de cry of the nation, dan wil hij de mensen versterken. Zij die de Heer zoeken. Zij die als discipelaars willen zijn, om andere mensen weer te kunnen discipelen. Laat de Heer uw leven bouwen. Hij is de oppermachtige bouwer. Hij is de oppermachtige vrede Gods, vrede vorst. Jezus Christus, Hij is het. En Hij wil ook dat wij succes boeken in het leven. We zijn niet alleen christenen die tot Hem komen. We zijn niet alleen christenen die Hem volgen zonder meer. De Heere wil dat wij gezegend worden. Hij wil u zegenen. Hij wil mij zegenen. Hij wil dat wij eigenlijk in deze wereld ook leven in die zegeningen. Hij wil ons verbreden. Hij wil ons in feite, wil hij ons gebied verbreden. Hij wil ons territorium verbreden. Hij wil ons genade schenken. En zijn genade duurt voor eeuwig. Hij is het, onze liefde. Hij is het die de liefde in ons bewerkstelligt, zodat wij anderen ook lief kunnen hebben. Hij is de redder. Hij is de koning. En als we praten over verbreding, willen kijken naar iets met u. Als wij hem dienen, dan wil hij ons zegenen, zei hij, zeg ik net. Hij wil ons zegenen, hij wil ons salven. Als we praten over de verbreding, dan denk ik aan Jesaja. Jesaja 54, waar hij wil, de Heer der Heren zelf wil, dat we inderdaad onze tent binnenwijd maken. Maar het begint ook in ons eigen leven. Dat we eigenlijk anders beginnen te denken in het evangelie. Anders beginnen te denken in ons persoonlijk leven. En dan staat er ook, als ik even lees, in Jesaja 54, vers 2 tot 4. Maak uw huis groter, in die nieuwe vertaling.
Bouw er stukken bij aan. Breid uw huis uit. Breid uw leven uit. Maar breid ook het huis van God uit. Amen. Maak uw huis groter. Bouw er stukken bij aan. Breid uw huis uit. Je kunt zeggen mijn eigen huis. Maar ik denk eerst aan het huis van de Heer. De gemeente. Amen. Want u zult uit uw voegen barsten, zegt de Heer. Uw nakomelingen zullen de steden in bezit nemen. Die tijdens de ballingschap werden verlaten. En zij zullen regeren over de volken die hun land in bezit namen. Wees niet bang, zegt het woord. U zult niet langer in schande leven. Aan de schande van uw jeugd kun je zeggen. Ik heb ingevuld voorheen. Zal niet meer aan u worden gedacht. Amen. Aan de schande van vroeger, wees niet bang. U zult niet langer in de schande leven. Aan de schande van voorheen zal niet meer worden gedacht. We zullen de dingen vergeten wat gebeurd zijn. Want de Heer is het die ons wil zegenen. Jesaja 14 vers 1b. Hij zal hen terugbrengen en zij zullen weer in het land gevestigd worden. Mensen van vele naties zullen inderdaad, vele nationaliteiten zullen zich bij hen aanvoegen en hun bondgenoten zijn. Dank u, Vader. Vader, we bidden op dit moment, o God, o Vader, voor de zegen. We bidden voor uw verbreding. Ik bid op dit moment, o God, iedere storing, alles wat hinder wil brengen, Heer. Alles wat de atmosfeer verstoort, o God, op dit moment. Ik dank u wel, o Heer, dat u ons inzicht blijft geven. Wijsheid blijft geven, o God. Zegen ons, zegen deze uitzending, Heer. Zegen het woord. We praten over verbreding. We praten over de zegeningen. We praten, Vader, over de tijd waar we nu in leven. Dat we wachtende zijn op uw geest, op uw heilige geest, om ons een doorbraak te geven over deze week. Deze dagen die aankomen. Uw woord zeggen Jesaja 14 vers 1b. Hij zal hun terugbrengen en zij zullen zich weer in het land vestigen. En mensen van vele nationaliteiten zullen zich bij hun voegen en hun bondgenoten worden. Ook in deze dagen als we wachten op de geest van God. Als velen van ons biddende zijn en vastende zijn. Zodat de Pinksteren dag aanbreekt. Kunnen we zeggen dat we bidden en pleiten voor de natieën. We bidden en pleiten voor de stad. We bidden en pleiten voor de zielen. Dat ze tot bekering mogen komen. Dan staat er, ik lees verder in deze Jesaja zelf. Volken van de wereld zullen hen helpen. U helpen, de gemeente helpen. De uitbreiding en de verbreding die de Heere brengt. Te midden zijn volk. Zodat we uit kunnen gaan om het volk te kunnen bereiken. God is zo groot en zo machtig. Hij is de Heer die ons helpt. Hij is het die ons niet alleen laat. Hij wil ons helpen om voorwaarts te kunnen gaan. Als we denken aan verbreding ook, om krachtig te zijn, om in deze tijd gevuld te zijn met zijn geest en zijn kracht, om voor te kunnen gaan, om zielen te kunnen produceren, zielen te kunnen winnen voor de glorie van God, dan denken we ook aan groei. Dat we persoonlijk ook voort moeten gaan in de groei. 1 Korinthe hoofdstuk 10, daar zie je ook dat apostel Paulus de gemeente ook aanspoort. En aanspoort om te groeien. Hij zegt ook in 2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 15 en 16. Wij willen niet de eer van andermans werk voor onszelf opeisen. Maar wij hopen dat uw geloof zal groeien. En dat wij groot werk onder u mogen doen. Natuurlijk voor zover dat overeenkomt met Gods plan. Als we praten, als we apostel Paulus horen spreken, dan spreekt hij inderdaad over het volk die om hem heen is, die groeiende is, amen, in talenten, groeiende is in wijsheid, groeiende is in inzicht. Maar hij zegt ook, hij hoopt dat niet alleen een deel groeit, maar dat iedereen kan groeien, de hele samenkomst kun je zeggen. De hele natie die bereikt wordt, de mensen die in de gemeente zijn, want de naties zijn, de gemeentes. Als we praten over alle culturen, verschillende nationaliteiten, dan is de natie gemeente. En hij wil die natie zegenen. Hij hoopt, dat bidt hij, dat de natie ook groeit, dat het volk ook groeit, dat we weer uit kunnen gaan om te midden het volk te zijn, om het volk ook dat buiten is, naar binnen te trekken. God is goed. En hij is zeer en zeer te prijzen. Heer, ik dank u, o God, o Vader, dat we uw richting opgaan. Ik prijs uw wonderbare naam. Ik dank u voor uw duidelijkheid.
Ik dank u, o Heere, voor uw heerlijkheid op dit moment. Ik dank u voor uw trouw en uw grootheid. Dank u wel, o Heer, dat we ons mogen verbreden. Dat we mogen groeien, Heer. Dat we groeien, mijn God, in ons denkwereld. Dat we groeien mogen in de geesten. Dat we groeien mogen, o God, in ons vermogen. Dank u wel, o Heer, dat we capabel mogen zijn om voorwaarts te kunnen gaan in de kracht van uw geest. In Jezus' wonderbare naam. Ik geloof dat we nu een break gaan nemen en we gaan luisteren naar Martha Munisi. En als we dat gehoord hebben, dan kom ik terug met de rest van de boodschap. Dank u wel, o Heer. Dank. Holy Spirit, fill this room. Shekinah glory, sweet perfume. 'Cause we need your presence. Holy Spirit, come. Dat is een hele goeie als we praten over de Heilige Geest van God. Dan is het heel erg toepasselijk wat Martha Munisi zingt met Come, Holy Spirit, come. Dus als we dat horen, dan is het heel belangrijk. Want dat is ook de tijd waarin we leven.
We zijn op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden, vele van ons, voor de tijd van Pinksteren. Kom, Holy Spirit, kom. Johannes hoofdstuk 14, vers 16, daar staat, ik zal de Vader bidden of hij een plaatsvervanger wil sturen, die altijd bij u zal blijven, en dat is de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zullen we de kracht niet ervaren. We spraken net over inderdaad dat de Heer ons wil verbreden. Hij wil ons ook zegenen terwijl we hem dienen. Hij wil ons inzicht geven zodat we buiten naar de naties mogen gaan om hen naar binnen te halen. De Heilige Geest is onze kracht. Hij is onze sterkte. In Handelingen hoofdstuk 2 vers 4 staat, zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde tongen te spreken. Woorden van de Heilige Geest werden hun ingegeven. De Geest van Yahweh God, de Geest van de Vader, de Geest van Christus over ons. We praten nog steeds over de verbreding, de zegeningen die de Heer over ons wil doen komen. Verbreding betekent ook vooruitgang boeken. Wasdom hebben, vrucht dragen, stijging in ons leven, voortgang in ons leven, vorming, beweging in ons leven. Je kunt zeggen, ons leven wordt gerekt. En soms zie je dat soms als mensen sommige strijden hebben, dan willen ze opgeven. Maar ik zeg u mensen, juist niet dat wij geroepen zijn om alleen strijd te hebben, maar juist sommige strijden, als u niet opgeeft en volhoudt en vasthoudt, dan wordt u zodanig gerekt en u ziet dat de Heer de ruimte in u creëert om de zegeningen los te laten, om de zegeningen los te maken over uw leven. En soms als we getraind zijn, is het juist het beste om die zegeningen vast te kunnen houden. Er is rekking als we praten over verbreding, als we praten over groei en expansie en de verwijding in ons leven. De Heer wil ons zegenen. Hij zegent zijn arbeiders. Hij zegent zijn dienaren. Hij zalft zijn dienaren. We geloven dat we in deze tijd leven. Behalve dat we uitgaan naar de natie, wil de Heer ons, u, jij, u zegenen om voor te gaan. We willen ons uitstrekken. Uitstrekken in ons eigen leven. Met andere woorden, er is draagwijdte in ons. We kunnen dingen dragen. We kunnen de zegeningen dragen. Een heleboel mensen zeggen, ja, ik ben geroepen. Ik ben een leider. Wel, als wij dat zeggen, dan weet u ook dat de bediening heeft gewicht. En als we verbreding krijgen, als we van de Heer ook kunnen de kracht krijgen, als hij gaat trekken en rekken aan ons, amen, dan hebben we draagkracht, draagwijdte. We kunnen de dingen dragen. Dan zijn de dingen ons niet te zwaar. Inhoud, als we denken aan verbreding. Er komt ruimte in ons. We nemen toe, we nemen niet af. Amen, we nemen toe, we gaan uitdijen. Dat is eigenlijk de zegen die de Heer ons wil geven. Het gaat om een geestelijke besnijdenis. Als we in Christus zijn, dan wil hij ons alles geven wat in hem is. Wat dat is het. Hij zegt, blijf in mij, want in mij kun jij verbreden. In mij kun jij toenemen. In mij kun je wijzer worden. In mij kun je succes boeken. Het is zo fijn om dat te weten, dat de Heer onze God ons niet in de steek laat. En ik wil u uitdagen deze week. Neem iemand in gebed. Ga desnoods vasten of bidden. Want het is tijd waar we weten dat we ook gedragen worden. Ook de bidders, de voorbidders. Zij die constant vasten of constant bidden. Voorbeden doen voor anderen. Ook u wordt gedragen. In deze tijd geloof ik, en het is gewoon zo, dat vele gelovigen bidden en vasten. Vele bidden 10 dagen voor Pinksteren. En in deze tijd kunnen we allen vallen onder de zalving van gebed. En ook iemand meenemen, iemand die ziek is. Iemand die vraagt voor een doorbraak. Iemand die bevrijd wil worden. Dat we deze mensen bij de Heer brengen. En zeggen, Heer, in deze tijd van krachtige bidden en vasten. In deze tijd waar het apostolisch gebed uitgaat. De apostolische intercessor uitgaat. Amen. Dat er een doorbraak geforceerd mag worden. Om iemand tot bevrijding te brengen. Genezing te brengen. We bidden ook voor de kerk. We bidden voor de bruid. De kerk is de bruid van Christus. We dragen de bruid.
bruid van Christus aan de Here op. We kunnen de bruid niet verwaarlozen. We moeten, het is onze plicht om voor de bruid van Christus te bidden en te strijden. We bidden ook, we zijn medearbeiders. Medearbeiders met de levende God. Waarom we arbeiden mee. Het werk die God begonnen is, zal Hij ook voleindigen. Hij laat ons niet in de steek. Het is een krachtige tijd waarin we terechtgekomen zijn. Als we denken aan verbreding en verbreding en meer en toeneming, dan wil de Heer ons laten toenemen, maar Hij zal gemeentes laten toenemen. Hij zal gemeentes vrucht laten dragen. Hij zal gemeentes opbouwen. Hij zal gemeentes niet in de steek laten. En ook als u daar bent en u luistert, u bent een pastor. Pastor, geef niet op. Wie u ook mag zijn, apostel, geef niet op. Ga voort en breek door in Jezus' naam. Want de Heer is bezig zijn gemeente waarlijk en letterlijk te zegenen als nooit tevoren. Zegenen op allerlei gebieden. En we geloven dat, we willen dat gaan geloven. Amen. Want als we niet meer geloven, dan zullen we zien dat we ook gaan verslappen. En daarom zien we op de Heer. We geven Hem de eer. We geven Hem de glorie. Hij wil ons blijven zegenen. Hij wil dat we vrucht blijven dragen. En vrucht dragen wil zeggen dat Hij ons wil zien dat wij productief zijn. Dat we overvloedig zijn. En niet alleen maar zegeningen in geld. Zegeningen in dingen die we nodig hebben, materiële dingen. Maar zegenen geest, ziel en lichaam. Amen. Dat we groeien ook in onze predikingen. Groeien in ons gebedsleven. Het is geweldig. Overvloed wil Hij ons geven. Hij wil ons overvloedig maken aan dit soort dingen. Overvloedig aan wijsheid. Overvloed aan liefde. Amen. Rijk maken. Hij wil ons brengen in een situatie waar we nog meer kunnen creatiever mogen zijn. Dat creatieve ideeën steeds weer toenemen in ons. Amen, dat we vindingrijk mogen zijn als gelovigen. Als we praten over die uitbreiding, verbreding. Als we praten over een krachtige discipelaar worden. Een krachtige dienaar worden. Om voor te gaan om het koninkrijk van God te bouwen. We prijzen Hem. We geven Hem eer en glorie. Ik geef Hem dank en glorie. En ik spoor u aan. Laat de Heer uw God zijn. Roep Hem aan, want het staat er ook. Ik zal de Vader bidden of Hij een plaatsvervanger wil sturen. En die altijd bij u zal blijven. Dat is een woord, dat is een belofte. En deze belofte is waargemaakt. Het is een zegen. De Geest van God is in ons. Hij is rondom ons. Hij is over ons. En Hij bekrachtigt ons om voor te kunnen gaan. En zo wil ik voor u bidden. Als u in deze komende dagen, het is bijna Pinksteren, en u zegt, ik ben lang niet naar een gemeente geweest, dan zeg ik u, bel voor meer informatie. Bel naar 020-33-74-160. Vraag voor informatie en je zult informatie krijgen. Bent u daar en u hebt een nood en u zegt, ik wil dat men voor mij bidt. Ik heb een nood, ik wil dat ik nazorg ontvangt. Of dat iemand met mij komt bidden of praten. Bel gerust 020-33-74-160. Ben je toevallig in Almere en je wilt meer van ons weten in Almere? Bel met 06-128-33-714. Friends in Christ Ministries. Je mag ook surfen naar onze website. www.friendsinchrist, hoor dat. Fellowship, je kunt ook ministries erachter zetten, .nl. En u zult veel meer informatie weten, van ons ontvangen. Maar ik wil met u bidden. Laten we ons richten op de Heer. Laten we zien en vooruitkijken naar een geweldige tijd. Laten we niet meer terugkijken naar wat er geweest is. Laat de vijand geen lis en streken brengen om u terug te laten kijken naar achteren. Maar kijk voorwaarts in de naam van Jezus. Als we voorwaarts blijven kijken, zullen we gezegend zijn. Als we voorwaarts blijven kijken, zullen we onderscheid ontvangen om te zien welke richting God met ons op wil gaan. Vader, ik bid Heer voor ieder kijker. Ik bid Heer dat ik wil ze bemoedigen. Zij die ontmoedigd zijn, ik breek ieder ontmoediging in de naam van Jezus. Ik bid dat deze persoon zijn oog of haar oog op u gericht houdt. Dank u wel dat u de God bent.
bent, die zo nabij bent, Heer. Ik bid, Heilen, dat uw Vader, Heer, hen aanraakt. Heer, openbaar uzelf in hun leven, Heer. Laat weten dat u de God bent die om hen geeft. U bent de God van kracht, u bent de majesteit. U bent de grote koning zelf, Heer. In Jezus' wonderbare naam. Ik draag ook de apostel Dorkeno aan u op, o God, Heer. Ik bid voor een zegen voor hen. Ik bid over Megacity V, Ariella Bassaya. Ik laat uw salving los, mijn God, Heer. Ik bid dat ze, Vader, Heer, in alle vier hoeken zullen gaan. Van de aarde, o Heer, dat ze wereldwijd mensen zullen kunnen bereiken. Lord, bless the nation, God. Bless the listeners, o Lord. Bless them that are watching, o God. Give them, Father, your revelation, o Lord Jesus Christ. Encourage them, empower them. Let them know that they are not alone, O God, that you are the one who listens when they are crying, or when they are calling God for help. You are the one, O Lord. Lo sanamanto robosaya. Zegen hen, O God, Heer. Laat uw naam worden geheiligd. U bent onze grote God. U bent de majesteit zelf, Heer. We prijzen uw naam. We geven u eer. We geven u dank, O Heer, in Jezus Christus' naam. In Jezus' wonderbare naam. We gaan u groeten. Dit was weer mijn deel vandaag. En blijf gewoon kijken. Bel vrienden op om ook te kijken. Laat ze weten dat er een boodschap voor hen op Megacity TV is. In Jezus' naam. God zegen je en tot ziens. Dag.